In het eerste cahier van Maurice Gilliam's roman Elias of het gevecht met de nachtegalen uit 1936 beschrijft de ik-verteller Elias zijn kindertijd op een afgelegen landgoed kort voor de Eerste Wereldoorlog. De moderne wereld dringt amper tot het kasteel door en de jonge Elias vermijdt zich in zijn droomverbeeldingen de nachtegalen uit de titel en lijkt niet klaar om het leven in de reële, snel veranderende wereld aan te kunnen. Het eerste cahier eindigt met het vertrek van de 12-jarige Elias naar de harde wereld van de kostschool, het einde van zijn kindertijd en van zijn verblijf in een wonderlijk paradijs. Het tweede cahier, dat vanuit het standpunt van zijn vriend Olivier Bloem Elias' leven op kostschool en als architect tot aan zijn zelfmoord beschrijft, heeft Gilliams na de eerste druk niet meer opnieuw laten uitgeven. In het fragment dat ik voorlees, beschrijft het kind Elias hoe het, zittend naast zijn grootmoeder, mediteert over haar en zijn onvermijdelijke dood. Wanneer ik naast grootmoeder zit, in de tamelijk kleine huiskamer voor het venster, en wij zien samen diep weg dezelfde beukendreef, die de ons voorbehouden baan is om het landgoed langs te verlaten en er weer naar terug te keren in alle omstandigheden. Zie ik die bomen, die met wagensporen doorploegde zandweg, anders dan de stokoude vrouw die mijn grootmoeder is? Heel de dag zit zij stil in gepeinzen verzonken, de handen gevouwen in haar schoot. Ik kan geen rust vinden en toch ben ik een deeltje van haar leven en zij staart langs mij heen op dezelfde gewarige oude bomen, op dezelfde landweg die zonder einde schijnt in het lentelicht. Ik ken hem goed en zij kent hem goed. Zij weet waar hij eindigt op een steenwegje vlak voor de kerk en het kerkhof met de vele sobere kruisen. Voor ik op de wereld was, heeft zij daar gewandeld, met andere gedachten dan ik er ooit hebben zal, met andere gezindheden en andere verlangens. Ik moet sterven en zij weet dat zij sterven moet. Doch haar gezicht staat reeds vast en zeker tegen het koud glas van de dood gedrukt. Ik zie de diepe beukenlaan en ik kan wegsnellen en vrij de weidse ruimte van de natuur binnendringen. Dit kan zij niet. Haar gezicht zou de ruit aan scherven breken, zij zou vallen en niet meer kunnen ademen. Dat moet zij weten. En toch blijft ze gerust en kent geen vrees. Haar ogen zijn ongemeen helder, doch zij drukken iets uit dat ik niet dan met tranen en droefenis kan verstaan. Haar ogen hebben al die jaren veel en graag gezien en haar blikken rusten nu op wat ik zelf daar dichtbij weet. Een brede weg tussen twee rijen bomen. Doch anders dan wij allen kent ze alles en kent geen vrees voor de dood. Ik zit stil naast grootmoeder. Ik wacht in mij op de mogelijkheid mijn vrees te overwinnen of minstens mijzelf te overtuigen dat ik niet zo gauw sterven zal als zij. Met wat ik uit gesprekken heb afgeluisterd, bouw ik in mij een fictief verleden van zeer merkwaardige tegenspoed. Ik neem zelfs een houding aan als oom Joachim op een daguerreotype. Mijn lippen prevelen, zoals ik tante Theodora zie doen wanneer zij zich met moeite iets herinnert. Als ik een paar koffiebonen eet, kan ik me veel gemakkelijker ondubbelen. Het gaat dan somtijds vanzelf om oud, stokoud te worden. Ik moet nu een heel lang bestaan achter de rug hebben waar ik niet om geleden heb. Die heilige zekerheid,
De rust van grootmoeder vind ik niet. Zoals mijn vader zegt, moet die wel degelijk uit 100 kleine gebeurtenissen en toevallen, uit pijn en geluk, dwalen en falen worden gepuurd. Grootmoeder zit aan mijn zijde in de glorie van haar ouderdom. Wanneer ik mijn leven door een ziekelijke verbeeldingshartstocht als het ware achteruit heb geschoven over de eigen werkelijke grenzen van duur en tijd, en mijn behoogelde ogen werpen een blik in de eeuwenoude beukendreef. Mijn strak gespannen voorhoofd heeft de ijzige ruit van de doodsgedachte aangeraakt en een plotse stilstand van mijn herinnerend vermogen is ingetreden. Ik grijp naar grootmoeders arm, doch hij is als een afgebroken houten leunsel van haar stoel die met mij in een zwarte afgrond stort en geen steun meer.